Afgelopen weekend won NEC thuis met 3-1 van FC Eindhoven. De uitslag was prima, maar over het vertoonde spel was niemand echt tevreden. Het spel was veel te defensief. Nou, daar ben ik niet echt mee eens, moet ik zeggen. We hebben altijd de intentie met name thuis om vooruit te spelen. Alleen ja, je hebt soms zelfs te maken met een tegenstander die het heel goed voetbalt en waardoor je teruggedrongen wordt. Dus ik denk dat ze te ver uit elkaar speelden, waardoor Eindhoven redelijk makkelijk een aantal keren doorheen kon spelen. Waardoor je dan eigenlijk iedere keer teruggaat en heel veel achter de bal komt en veel op eigen helft speelt. Er zijn nog veel afwezigen. Het maken van een opstelling is dan ook geen eenvoudige klus. Het is ook niet de reden toe om heel veel om te gooien. Alleen je kijkt wel eens tijdens de wedstrijd van wat je kunt veranderen. Ja, in de laatste twee wedstrijden hebben wat dat betreft een aantal mensen die we gewoon missen. Dus dat is wel jammer. De naam van Jordan Larsson is veel gevallen deze week. Ik weet het niet. Ik heb hem daar nog niet echt over gesproken. Omdat hij natuurlijk deze week bij Jong Zweden zat. Dus daar komen we wel even op terug. En ik ben benieuwd wat zijn mening daarin is. Ik heb wel wat dingen gelezen, maar ik hoor het liever eigenlijk van hemzelf. FC Den Bosch staat laatste. Ik heb die wedstrijden zelf gezien en daar waren ook wedstrijden bij. Ook bij Almere hadden ze kunnen winnen. Dus ik denk dat je daar niet snel conclusies aan moet verbinden. De supporters willen graag weer een aanvallend NEC zien. Nou, wat ik al zei, dat vond ik de laatste keer ook zo. Dus wat dat betreft spelen wij gewoon hetzelfde. Vrijdagavond om 8:00 in Stadion De Vliert. FC Den Bosch tegen NEC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.